Hey, welkom bij een nieuwe NBA 2K19 video. Vandaag is er weer een nieuw screenshot en rating vrijgegeven. Deze keer is het eentje van D'Angelo Russell. De 2015 tweede pick overal van de Brooklyn Nets heeft nu ook een screenshot en rating beet. Met deze rating van 83 stijgt hij 3 punten tegenover NBA 2K18. Dit is de laagste rating die we tot nu toe gezien hebben van alle spelers die tot nu toe al bekendgemaakt zijn. Persoonlijk vind ik de rating van D'Angelo Russell goed. Laat mij in de reacties onderaan deze video weten wat jij van zijn rating vindt. Vind je hem te hoog, vind je hem te laag of vind je hem goed? De screenshot ziet er natuurlijk ook weer heel goed uit en lijkt als twee druppels water op hem. De tattoos van Russell zijn niet zichtbaar op deze screen, maar ik twijfel er niet aan dat 2K deze nog gaat toevoegen. Zoals we ook kunnen zien op dit screenshot zit D'Angelo Russell in Team 2K. Het wordt me daar wel een feestje zeg, met al die 2K-spelers in dat team. Hier zie je ook een vergelijkingsscreenshot van nu en mijn NBA 2K18. Net zoals alle screenshots die we al gezien hebben, zit er net iets meer detail in. En ziet het screenshot er net iets beter uit. Laat me zeker in de reacties onderaan deze video weten wat jij van dit screenshot vindt. Dit was het weer voor deze video. Vergeet zeker geen like en reactie onderaan deze video te geven. En te abonneren op mijn kanaal voor meer NBA 2K video's. Bedankt voor het kijken en ik zie je weer in de volgende video.